De eerste trein in Nederland reed in 1837. Al snel bewees dit nieuwe vervoermiddel zijn waarde. Gebieden die eerst moeilijk bereikbaar waren, werden ontsloten. Twee of drie dagreizen duurde een reis tussen Den Haag en Stadskanaal. Na de aanleg van de spoorwegen kon de reis in enkele uren gedaan worden. In die tijd een revolutie, zeker vergelijkbaar met het digitaliseren van Nederland. Maar niets is vergankelijker dan succes. Personen- en vrachtverkeer met auto's, bussen en vrachtauto's dreigden het vervoer over spoor te verdringen. Tal van moeizaam aangelegde spoor- en tramlijnen werden opgeheven. De Koningslijn tussen Apeldoorn en Dieren, de lijn Nijmegen-Kleef en dichter bij huis de tramverbindingen tussen Den Haag en Leiden. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Daardoor konden vrijwilligers, hobbyisten, hun kans grijpen en een museumlijn beginnen. Zo ook op het in 1910 aangelegde 15 kilometer lange baanvak Stadskanaal Veendam. De eerste ritten van de museumspoorlijn Star begonnen in 1994. De Star bouwde in Stadskanaal een nieuw stationsgebouw, in oorspronkelijke stijl. Het stationsgebouw van Veendam was bewaard gebleven. Star heeft een omvangrijke collectie historische diesellocomotieven, stoomlocomotieven, rijtuigen en goederenwagons. Maar de museumlijnen in Nederland worden bedreigd. Met de opkomst van maatschappijen als Arriva, met treinen die eigenlijk railbussen zijn, wordt de exploitatie van kleine lijnen aantrekkelijk. De trein van Groningen naar Stadskanaal kan vanaf 2017 rijden. Dat zegt directeur Anne Hettinga van Arriva. De provincie gaf groen licht voor het doortrekken van de spoorverbinding Groningen-Veendam naar Stadskanaal. Het einde van de museumlijn Star. Arriva gaat aan de slag met de voorbereidingen en ProRail moet voor het benodigde spoor zorgen. Arriva wil samen met Star zoeken naar een oplossing om de museumstoomtrein te behouden. Er zijn voorbeelden van gecombineerd gebruik, maar beveiligingselektronica op een stoomlocomotief, dat is heel moeilijk. Liefhebbers van museumspoorlijnen houden hun hart vast. Dit precedent zou een uitstralende werking kunnen hebben op bijvoorbeeld de lijn Apeldoorn-Dieren, waar Arriva als een roofdier op de loer ligt. De toekomst zal het leren.